Van de... We gaan naar Gorinchem, want morgen dan gaan de zendamateurs van de VERON, de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek Nederland, een feest vieren. En ze gaan de kerktoren in van Gorinchem om daar uit te zenden. En dat doen ze vanwege het 70-jarig jubileum van de vereniging. Jelle is nu al bij de zendamateurs in Gorinchem. Ja, ik kijk uit links vanuit de hoogste etage van een flatgebouw op de toren waar het allemaal gaat plaatsvinden. Rechts zien we de Merwedebrug. De zon komt langzaam op. Het is een prachtig plaatje. Ja, dat wordt zaterdag denk ik wel anders als jullie in die toren zitten, Gert. Ja, goeiemooi. Ja, zeker. Dat zal zeker, zeker zal het anders worden. We gaan morgenochtend vanaf 9 uur verzamelen wij bij de toren. Omstreeks 10 uur willen we de uitzending aanvangen. Het is een serieus klimmetje. Het is 55 meter. We zijn daar met een 6 tot 8 amateurs zijn we daar morgenochtend aanwezig. Bedoeling is natuurlijk dat we de spullen naar boven gaan brengen. We hopen maar één keer te moeten lopen, want het is echt een klim. Dan moet nogal wat zendapparatuur mee naar boven. Het is namelijk zaak dat wij daar vanaan 2 zendstations zullen gaan bedienen, zowel op VF, UF als op HF. En de HF zijn dan de lange afstandverbindingen. Dat zijn dus de verbindingen die wereldwijd gedraaid gaan worden. Dat doen wij door middel van draadantennes en door middel van een zogenaamde rotary dipole. En daar moeten we het mee gaan doen. Het moet allemaal naar boven en weer naar beneden. Ja, Johan, jij moet dan ook aan de bak. Maar ik dacht zelf, 70 jaar zendamateurs, dat nog bestaat. Waarom bestaan jullie nog? Ja, het is gewoon een leuke hobby. Het is iets anders dan het 27MC, waar ik vroeger ook wat mee gedaan heb. Gewoon omdat je meer variëteit in banden hebt waar je op kunt werken. En het is gewoon leuk om te doen. Het is verbindingen maken met mensen die je niet kent, nog nooit gezien hebben, maar wel dezelfde hobby hebben als jij. En dat is wel leuk. En grappig is, 70 jaar geleden opgericht, dat is net na de Tweede Wereldoorlog. Waarom niet in de Tweede Wereldoorlog? In de Tweede Wereldoorlog was het verschrikkelijk verboden. Natuurlijk kon je met die apparatuur verbinding maken met voor de Duitsers de vijand, voor ons de vrienden. En dat was gewoon heel erg verboden. Voor de Tweede Wereldoorlog waren er ook al wat verenigingen actief. En die zijn na de Tweede Wereldoorlog samen gegaan in de VERON. Zo is het dan gekomen. Ja, we zijn nu 70 jaar verder. We zien de techniek voor ons. Het is eigenlijk een heel licht kastje met 2 walkie-talkies. Zo beschrijf ik het maar. En een handmicrofoontje met allerlei codes. Hiermee kun je dus met de hele wereld communiceren. Ja, je kan met deze zender. Dit is een zogenaamde HF-zender. Die HF-zender die zendt uit op de amateurbanden van 160 tot 6 meter. Dat zijn dus de banden waar dat wij dus de verbindingen wereldwijd mee maken. Door middel van draadantennes, door middel... Nou ja, daar kan je van alles aan knopen in principe. We gebruiken het ook voor landelijk verkeer natuurlijk. En ook voor lokaal verkeer, gewoon voor een praatje pot. Maar het is dus de bedoeling dat deze zender inderdaad morgenochtend meegaat. En die moet het morgen gaan doen, zeg maar dus. Maar wat bespreek je dan met elkaar? Ja, je bespreekt in principe niet heel veel met elkaar. Het maken van de radioverbinding aan zich is eigenlijk het mooiste. Je legt de verbinding van A naar B, die log je, dus je schrijft hem op. Dat doet jouw tegenpartij doet dat ook. Die schrijft daar dezelfde tijd bij in Universal Time Calendar, in UTC. Dus dat betekent, dat is in Japan dezelfde tijd als hier. Dat is allemaal Greenwich Mean Time, als ik het goed zeg. Ja. En zodra die kaarten bij elkaar komen, dus zodra die verbindingen van 2 kanten vandaan gelogd worden, dan is dus een QSL, een bevestiging van ontvangst, is gelegd. Dus dan worden de kaartjes worden heen en weer gestuurd. En dat is uiteindelijk jouw bevestiging van kijk eens wat ik gedaan heb. Dat is de enige lol eigenlijk. Dat is eigenlijk de grootste drijfveer erachter. Ja, je hebt mensen die zijn er helemaal wild van. Maar jullie ook. Dus ik stel voor, laten we het gewoon maar eens gaan doen. Kijken wie er met jullie contact wil hebben. We gaan eens kijken naar of dat er op 2 meter in SSB. We kunnen hier vandaag geen HF bedrijven. We gaan dus niet wereldwijd. Maar we gaan wel over Nederland. Gaan we een verbinding maken met ons clubstation PA70GAC. Dat is het special event station 70 jaar Gorinchemse amateurclub. En daar gaan wij proberen verbinding mee te maken. Breekie, breekie. Goedemorgen Marcel, papa Alpha, 70 golven Alpha Charlie, op dit moment live via Rijnmond. Hartstikke mooi man, we willen de verbinding even testen. Dit zijn de verbindingen die wij op 2 meter draaien. We maken de verbindingen doorgaans natuurlijk op HF. En de HF draagt natuurlijk vele malen verder dan wat wij op dit moment doen. Kan die de groeten doen aan alle luisteraars van RTV Rijnmond? Je krijgt de vraag van de reporter of dat je de groeten kan doen aan alle luisteraars van Radio Rijnmond. Het wordt op dit moment wordt het uitgestraald. Ik geef jou de microfoon even terug, Marcel. Papa Alpha 70, Golf Alpha Charlie, PA 9, Fox Gorinchem over.
Mm-hmm. Ja, geen enkel probleem. Ik heb papa al van 9 Fox Rot, van papa al van 70 Golf Alpha Charlie. En alle luisteraars van Radio Rijnmond, de groeten vanuit Poederhooien. Ja, nou super. Morgen beklimmen jullie de trap in Gorinchem bij de toren vanaf, moet ik even snel spieken? Dat is vanaf 9:00 zijn wij daar aanwezig om op te bouwen. En vanaf 10:00 hopen we klaar te zijn om de uitzending te gaan beginnen. Over en uit. Over en uit, de zendamateurs in Gorinchem. Veel plezier morgen daar in de toren in Gorinchem en allemaal de groeten terug.